in de Nederlandse bioscopen. Er zijn niet veel muzikanten die op hun 52ste nog aan een solo-carrière beginnen. Maar Rick van der Linden is een uitzondering. Ooit speelde hij bij de legendarische groep Exception. En nu heeft hij een album gemaakt die zijn comeback betekent. Exception stond voor bewerkingen van klassieke muziek. Dat wil zeggen, het werd een themaatje van Bach genomen of van Beethoven of van Mozart en dat werd bewerkt. Daar werd dan slagwerk onder gedaan, daar kwamen wat trompetten en saxofoons bij. En zo was de nieuwe stijl geboren. Nou, dat boek is dicht en we zijn aan een tweede nieuwe periode begonnen. Waarvan ik hoop dat dat nog een aantal jaren gaat duren. Sinds Exception speelt Rick onder andere met Deep Purple, Phil Collins en Vangelis. Het afgelopen jaar wijdde hij aan het componeren van nummers voor zijn cd Rainbow. Hij schreef en speelde vooral voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met wie hij in Canada woont. Zijn dochter Yola moest in Nederland behandeld worden voor een ernstige spierziekte. Terwijl zij opnieuw moest leren lopen, schreef hij Song for Life. Song for Life heb ik geschreven voor haar, dat als het ooit nog eens een keer moeilijk zou worden, heb ik aangeraden om hiernaar te luisteren. En daaruit weer kracht en put op te doen om gewoon weer door te gaan. Van der Linden en hij is nog even vingervlug als vroeger, merkt u wel. Dit was het show.